Erik, we staan nu bijna al 2 uur vast. En een Defender erbij. Er moet een Defender bij komen. Met een lier. Jongen. Een private jet platform in LA. Ik ben Werner Budding, leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie meenemen naar Utah, de woestijn in Utah. Deze keer vlieg ik er naartoe. Via St. George en dan landen we daar ergens en dan staat daar de Land Rover Discovery klaar en daar gaan we dan mee voor de woestijn toeren. Kijk, de security check, die doen ze gewoon zo. En was het oké? Ja, was oké. Het is wel een aparte manier van beveiligen, vind je niet? Ja, toch? De bezuinigingen, denk ik. Geen X-ray, gewoon even zitten, benen uit elkaar en klaar weer. Ja, dat is het juiste vliegtuig. Het is echt wel rauw en het is te veel daar. Maar het is wel een stuk verkeerder en dan heet het er dan op de citation. Oké. Kan hier allemaal, hè? Midden in Amerika, waar heel veel ruimte is. Mensen blijkbaar ook vrije tijd hebben. Er staan hier echt tientallen van die kleintjes. Daarachter allemaal kleine hangaars in de vorm van een vliegtuigje. En dan schuiven die erin. Het hebben van een eigen vliegtuig is bijna net zo normaal als dat je bij ons een auto hebt. Over auto's gesproken, dit zijn ze. Disco's. De vijfde generatie. En dat is dan een soort van Range Rover techniek. Verpakt in een functionele jas. Net even ietsje minder chic. Ietsje meer... gebruiksauto, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En ik vind hem eigenlijk wel net wat gaver dan een normale. Dit is hem van binnen. Chic, strak. Net iets minder chic dan een Range Rover. Maar daar eigenlijk iets fraaier ook wel weer, vind ik. Dat is wat meer gebruiksvriendelijk als het ware. En dat is hem van achteren. Dan oogt hij vrij smal, dat komt omdat hij wat hoog is. Nou, dat heeft ook vooral met die horizontale lijnen allemaal te maken. Dit is dan een dikke versie die daar rijdt, daar zitten wij ook in. En hij heeft een andere bumpers. En is eigenlijk een ietsje meer porno ervan gemaakt. Pragmatisch zit er vanaf en dan wat meer, wat ruiger. Er zitten ook hele dikke wielen onder. Dat wil ik even laten zien. Kijk, dat zwarte materiaal zo. Klimmend, 4,80 meter lang, bijna 3 meter wielbasis. En dan is dit zoveelste nieuwe model in korte tijd bij Land Rover Range Rover. En dan komt er binnenkort nog weer wat nieuws. En dat is een Range Rover onder dat label. En die zit dan tussen de Evoque in en de Range Rover Sport. En het leunt natuurlijk allemaal op elkaar qua techniek, qua motoren. Allemaal andere labels. Dus toch weten ze voldoende onderscheid te creëren tussen Land Rover, wat dit is, en een Range Rover. En dan gaat mijn voorkeur eigenlijk uit naar een Land Rover. Dat is technisch overeenkomstig, maar dat is, dat is net even ietsje normaler of zo. Iets minder voetballersgehalte. Dus jij een Range Rover, of niet? Nee, maar liever dit, hè? Vind je niet? Dat andere is een beetje zo van, zeker in Nederland, hè? Normaal doe je wel gek genoeg. Ja. En dit is een auto die moet je eigenlijk rijden, achter het stuur zitten en dan moet je van die groene laarzen aan. Beetje blubber aan je poten. Nou, dat kan makkelijk, want we hebben ook van die rubberen matten hier zo. Je ziet het niet heel best, maar... Inderdaad. Ja. Hij heeft ook en dat is wel weer bijzonder, deze auto heeft een natte ruimte. Een natte ruimte. En dan denk je al gauw aan iets anders. Maar de natte ruimte bij een Discovery, die zit in de bagageruimte. En onder de normale bagageruimte heeft hij dan dus ergens daar heel ver achterin. 2500 liter bagageruimte als je de boel plat gooit. Maar helemaal achterin kun je iets optillen. En daaronder heeft hij dan een natte ruimte. Oftewel een plek waar je viezigheid in kunt opbergen. Goed, hè? Wauw. Ja, ik ben voorbereid. Hoor het. Wat ze hier noemen een roadblock, oftewel werk aan de weg en dan sluiten ze de boel af. Nou, waarom niet als je tijd zat hebt? Een beetje om ons heen kijken, een beetje kijken naar die disco. Kijk, er staat er hier een, die is
netjes, maar dat is niet echt heel enthousiast in de optielijst gekrast. Dan krijg je dit. Dat is op zich prima natuurlijk. Ja, is dat beter. Zo'n knots van een schuifkanteldak. Je ziet die omhooglopende lijn. Als je dat combineert met ramen die wat donkerder zijn, dan staat dat goed. Grote wielen. Hoewel ze nog niet eens zo heel huge ogen in die body. Dat komt omdat het enorm ter plaatwerk is. Maar het is... Tadaa! 21 inch. Dus ze zijn groot. En het oogt eigenlijk... redelijk normaal. Zion, dit is het dus. Tussen de rotsen door. Klein beetje groen, hoewel het blad nog niet echt aan de bomen zit. En dan een hoop narigheid. 30 soorten reptielen, 75 soorten zoogdieren, 800 soorten planten. Dan nog een beetje vis, hoewel ik denk dat de vis in de minderheid is, hier zo. Maar er is in ieder geval van alles. Het is heel uniek. En dan heb je ook nog heel veel vogels, waarvan een aantal aan het uitsterven zijn. Dat is natuurlijk jammer, dat moeten we voorkomen. Maar jongens, 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 wat is dit mooi hier. Heel ruig. En dan heel lang geleden renden hier de Indianen erheen, hè, op een peert. Tijden veranderen, nu rijden wij erheen in de Land Rover Discovery. Deze dus, hè. Bambi's. Zo ongelooflijk mooi hier. Allemaal bijzondere gevormde rotsen. Dat daar lijkt wel met de hand uitgehouwen, wat natuurlijk niet kan. Die, jullie zien hem, dat lijkt de uitgang van een tunnel. Nee, is het niet. Het is een soort van tochtgat. Want daar loopt namelijk wel een tunnel zo in de flank doorheen. En daar heb je nog zo'n gat. Dus zomaar aan die rotswand een gemetselde opening. Misschien kunnen jullie het nog herinneren in een van die vorige vlogs. Liet ik een C20 zien die ik heb gekocht in Californië. Die staat nu ergens op de boot in... Wat doe? Volgens mij was ik het verhaal laten vertellen dat ik zo'n ding had gekocht. Maar hij zit er reet te kakelen. Ik denk ook dat hij een bakje op heeft trouwens. Gezien de wijze hoe hij instapt en hoe hij praat. Maar dit is eenzelfde als die C20 die ik heb gekocht. Die nu dus op de boot staat. Ergens op de Atlantische Oceaan. En deze man rijdt een Suburban. Slecht staat, maar wel heel gaaf. Maar er staat hier nog veel meer lekkers. Daar gaan we eventjes naar kijken. Nice. Ja, go ahead, take. Kijk. Daar heeft hij dus een vierwielendrijving van gemaakt. Daar een div, daar nog wat verdeling, daar ook. En dan hoger op de wieltjes. Ja, zullen we wel zeggen. Moet je zo'n ding niet gewoon origineel laten? Zou ik denken. Iedereen die wel eens in Zuid-Frankrijk is geweest, die kent het, hè, van die... enorme velden met lavendel. Vooral interessant als het in bloei staat. Nou, hier hebben ze ook lavendel. Waar dan? Nou, dit allemaal. Dat is allemaal lavendel. Zover je kunt kijken. Wilde lavendel. Nou, jullie kunnen het niet ruiken. Ik wel. Maar bijzonder toch? Dit is de off-road setting. Dan staat hij een heel eind hoger. Oh, het wordt nu echt heel wild, zegt hij, qua off-road. Hier zie je het ook. Wordt de auto niet mooier van. Hij oogt al een beetje smal, wat hij natuurlijk helemaal niet is. Maar dat zit hem in het visuele. Heel veel van die horizontale lijnen. En als hij dan ook nog eens omhoog staat, hè, met de luchtvering, dan oogt hij nog smaller en nog hoger. Maar goed, dit is een stand die je in Nederland weer niet zo heel vaak gaat gebruiken. Heb je althans niet nodig om een stoep mee op of af te rijden. Ik zeg koffie. Koffie? Vind jij? Zou ze dit hier neer hebben gezet voor ons? Ja, dat kan je trekken, hè? Weet je? Papier-mâché. Ja. Leuk. Zo, wat eten we? Die gaan wel regelrecht naar je hartklep. Ja.
Toch doe ik er een. Zullen we... Delen. Delen. Ja? Ja. Romantisch. Je neemt wel het minste stuk. Ja, ik kan... Ja. Jij kan het hebben. Je kan het hebben, ja. Can I get you guys something to drink? Weet je wat de kunst van off-road is? Ja. Voor mij is dat zo snel mogelijk over zo'n klotelijk mogelijk parcours. Of toch niet? Was het toch wel andersom? Nee, ik weet het niet. Haal me zin. Ik doe het, ja, dat kan wel. Ik denk aan echt alles hoor, deze auto. Auto staan, dat is nog wat makkelijkst. Dat doet hij het allemaal zelf. Je kunt ook alle standen separaten instellen. Wat het ook is, hè. Sneeuw, de auto omhoog. Noem het maar op. En dan kunnen we nu in lage gearing staan. Tussenbak. Oh, ik moet naar achteren. Hoor ik. Tussenbak. Dus dan heeft hij korte versnellingen. Dus nog meer kracht. Hè. Zie je het een beetje als je fiets die in een lagere versnelling zit. Nou ja, kracht zat. We hebben de 340 pk 6 cilinder compressor bij ons. Dus aan kracht geen gebrek, zullen we maar zeggen. Mooi hè, die stenen. Die zijn helemaal gesleten in de afgelopen miljoenen jaren. We rijden nu in een soort van rivierbedding. Nou, dat gebeurt zelden dat er water erheen stroomt. Maar toch wel zo heel af en toe. En dat dan jaar in jaar uit. En dan krijg je uiteindelijk dit soort bijzonder gevormde dingen. Hey, ook hele rare wezens hier trouwens. Wat is dat dan? Kijk, dit kun je dus hier met zo'n auto. Kun je zeggen, dat gaat echt serieus omhoog. Zo serieus, dan loop je niet tegenop. Dat moet dus ook met geweld, dat zie je. Veel gas. Nou hebben wij geen rotsvlaktes, maar dit hier laat werkelijk zien dat zo'n auto kan. Onwaarschijnlijk, de jongens lopen erbij om te zorgen dat we... Dat je wat extra ogen hebt, zodat er geen schade wordt gereden. Maar het is echt de wieluitslagen van die dingen, de individuele aandrijving per wiel, de heel descent. Het is echt bewonderenswaardig. Het is gewoon echt een soort steenbok die naar boven klautert. Hier en daar zoekend naar grip, krabbelend. En dan lukt het wel gewoon. Staat nu helemaal dwars. Dan openen we hier de kofferbak. Kijk, achter ons. Elektrisch uiteraard. En die auto die staat dus helemaal verwrongen als een soort wokkel. Met eigenlijk maar twee wielen op de grond. En toch gaat die kofferbak open en dicht. En dat betekent dus dat de auto ontzettend stijf is. Ik moet hem niet even uithalen, want dan dondert hij er om volgens mij. Maar dit is nu de situatie. Where is he going? Over there. Straight on. Ja, Erik zit daar ergens beneden. Goed. Kun je je voorstellen, we hebben het hier over een auto die toch 2000 kilo weegt. Weliswaar 500 kilo minder dan zijn voorganger. Wat hem zit in 85% van alle harde delen is vervaardigd uit aluminium. Daardoor is hij dus veel lichter, daardoor is hij ook veel stijver. Kijk, en nu dondert hij om, zou je denken. Dat doet hij niet, hij gaat niet om. We kunnen wel mooi even de onderkant van de auto bekijken. En doordat hij dus uit zoveel aluminium bestaat, is de auto veel stijver. En dan kun je dus gewoon de achterklep open doen in een situatie als dit. Dan verwringt hij niet. Hij tordeert niet. Dus even stijf als dat hij gewoon keurig op vier wieltjes staat. Het moet natuurlijk begeleid worden, hè? Zo'n nieuwe auto. Dat doen ze met Range Rovers. Deze hadden we vandaag. Morgen trouwens ook. Kijk eens, Erik. Daar staan ze. Alle vijf. Ja, het zijn er zes. Oh. Maar de eerste twee zijn hetzelfde. Want? Ja, het zijn eigenlijk vijf generaties. En waarom zitten ze hem allebei neer dan? Ja, weet ik veel. Vinden ze leuk. Hadden ze over of zo. Kan mij het schelen waarom. Maar wanneer kwam de eerste? Nee, 1989 volgens mij. Oh, nou, dacht ik. Een jaartje ter wereld. Die? Best laat eigenlijk. Ja. Klopt, ja. Hoekig ding, hè? Ja. En vanaf. Dit zijn ze allemaal. Ja, dat is ook wel een beetje gebleven. Maar vanaf deze werd hij in een. Nou, ging wel, hè? Ja, dit is cult. Ja, ja, nou, ja, dit is al. Die kan al wel. Maar het is wel een heel groot verschil nu, vind je niet? Ja.
Het was altijd een soort van, hiermee kwam je overal en dat zag je eraan af. Ja. En nu hebben die toch wel een soort van strak pak aan. En hiermee kom je nog overal, maar dan ook een beetje in fatsoenlijke kleding. Ja. Ja. Dat ding had een ladderchassis, stalen body, woog 2500 kilo. En nu is het zelfdragend, in dat geval, en in dat geval. Maar dan zelfdragend als in één grote geraamte van aluminium in dit geval. En dat is lichter en dat is sterker en dan is dat uiteindelijk ook efficiënter. Maar wat me dan vooral opvalt, ik weet niet hoe jullie erover denken, dat een auto toch heel veel mooier is als er geen kentekenplaat op zit. Dat kan dus hier in Amerika, volgens mij niet overal. Ik weet niet helemaal hoe die regelgeving in elkaar steekt. Het heeft waarschijnlijk te maken met in welke staat je je bevindt. Nou fijn, hier zitten ze niet op. En dat doet zo'n auto gewoon goed. Daarachter ligt hij hoor. De Glen Canyoning Dam. En dat is er eentje uit het Colorado project. En ooit aangelegd. Samen met andere energiecentrales. Om energie te winnen uit waterkracht. Die Colorado River, ik zal hem zo direct laten zien, die stroomt daar ergens in die vallei. En er gaat nogal wat water doorheen. Dus op het moment dat je dat tegenhoudt, door middel van een betonnen boogdam in dit geval, dan kun je daar energie uithalen. Als je er althans een paar turbines in aanlegt, nou, dat hebben ze hier gedaan. De turbines daarin leveren omgerekend, want het gaat in kilowattuur, maar omgerekend in pk's. Want ja, wij zijn in dit vlog natuurlijk van de pk's. 155.000 pk. Is niet gek. Hè? In elk geval redden we dat niet met onze Discovery. Komt niet verder dan de 340. Het ding is aangelegd in 1955. Althans, toen begonnen ze ermee. Maar ja, het is nogal een klusje, hè? Zo'n betonnen boogdam. En dus deze er 11 jaar over. En het bijzondere misschien wel. Het regende hier in 1983 vrij hard. Het regent hier wel eens vaker hard. Vandaar dus dat de ondergrond, het gesteente, er zo uitziet. Wind en water hebben Utah en Arizona, daar zijn we ook nu, Arizona, die hebben dat gevormd. Nou, destijds, in 1983, heel veel water. Te veel eigenlijk. En er ontstonden overstromingen en de dam hield het bijna niet. En dat was natuurlijk een serieus probleem geweest op het moment dat die breekt. Want daarachter heb je dan ja, het water, dat is niet te overzien, zoveel. En dat zou dan in één keer door die Colorado River denderen en alles meenemen onderweg. Dat wil je niet willen. Maar het ging goed. We hebben een klusje geweest, Erik. Om hier doorheen te hakken. Omdat... Kom jongens, we halen even een stukje berg weg. Zou er ook wel eens wat naar beneden pieteren? Dat denk ik wel. Ja, als we het dak openzetten. Kijk, dit is nog eens een uitzicht. En alles heb je hier, hè? Van woestijn tot lavendelvelden, tot hier ruige rode gebergtes, tot helemaal in de verte besneeuwde bergen. Mega veelzijdig. Dan kun je trouwens ook nog aardig sturen hier. Zal ik dalen, Erik? Ja, wel een aanloopje nodig. Gas, gas, gas. Niet normaal, hè? Gaat jou niet lukken hoor, met je mountainbike daar omhoog. Mij ook niet trouwens. Ook niet met je skelet, hè? Kijk, ze hebben de banden een beetje leeg laten lopen. Heb je ietsje meer grip. Alle systemen op de juiste stand. Luchtvering omhoog. Gaan wij dat ook doen? Wij gaan dat ook doen. Maar hij mag even terug achteruit, zie je dat? We staan inmiddels al anderhalf uur in of op de duinen. Deels ook in. We zijn namelijk ontzettend vast komen te zitten. Niet een beetje, maar echt heel erg. Enig commentaar op? Nou ja, ik zag onder de laatste Q&A zeker wel vijf mensen die vroegen: Werner, waarom rijdt Erik nooit? Nou, ja, ben ik best wel capabel. Ik heb ook aardig wat rijtraining gedaan, een stuk of vijf. Dit is de reden. Dit is de reden. Er staan vijf man om me heen, die hebben allemaal een brancard. Die staan te graven als de lever eraf hangt. Ik zet de stoelverwarming nog even een standje hoger. Ik heb altijd geleerd dat als je vast komt te zitten, dat je dan heel hard help moet roepen. Bestuurder moet je dan uitstappen. Nou, ik dacht altijd dat het de passagier was. Navigator. Ja, ja, ja. Nee, dat is niet de navigator. Nee. Tenzij we de verkeerde route hebben. Het ligt er nu van die dingen onder. Ik denk dat we ten dode zijn opgeschreven in deze woestenij. Ja.
kom je nooit meer uit. Nee. Ik vind wel dat je opbeurend praat. Okay. Yes? Didn't say veiligheidsstuk anyway. Yeah. No, this is no. What did you say? Sorry, what did you say? I didn't say Verla getting stuck anywhere. Great, thanks. Thanks again. What do you do? Loving it. Oh. Uh-oh, there comes the rescue. Kijk even. Okay, slowly. Okay, really slow. Erik, we staan nu bijna al 2 uur vast. Een defender erbij. Er moet een defender bij komen. Met een lier. Jongen. Kijk. Het lukt je wel. Met een, ja, beetje, met een, met een beetje hulp. Ik kan zeggen, het is een beetje met zijwieltjes. Ja. Oh, remmen. Oh. Oh. Ah, dat gaat niet echt heel ver hier naar beneden hoor. Nee? Nee. Ja, een metertje of 20 denk ik. Easy. Guys. First recovery is always on me. Dit lijkt toch nergens op, of wel? Hoeveelste auto is dit die vast is komen te zitten? De eerste. Juist, hè? Ja. Ja. Deze auto kan alles, heb ik op camera gezegd. Kennen jullie elkaar deze al kan alles? Deze kan alles, ja, hè? Maar nee, wel met de juiste man. Dat is een beperkende factor. Dat is de man achter het stuur. Maar de eerste recovery is altijd, hè, op mij. Great. Succes. Yo. Je wil gewoon dat ik nog een keer uitstap, hè? Ja, als jij even een keertje wil graven, zou ik dat heel, heel fijn vinden. So it's a bit soft, feel free to find a fresh sand, eh? That's for the new route, not a problem. Nou, mag ik even een rectificatie, jongens? Nou, nah, maar dit was... Dit was dit, echt stel, jongens. Dit was echt kinderspel. Bovendien ga ik dit fragment toch skippen. Verwijder ik gewoon uit de camera. Nee, dit stelde niks voor. No problemo, zei hij al. Very easy. Ook gewoon hier weer een dikke voldoende gescoord. Zag je dat? Ja, maar dit is gewoon naar beneden. Hoef je niks te doen. Maakt niet uit. Die kan je ook vast komen te zitten. Hij zei wel van be very careful. It's very steep. You can die here. Het zou mij inderdaad niet verbazen als jij naar beneden rijdt en inderdaad dan ook komt vast te zitten, Erik. Ja, dit is best goed hoor. Ja, best goed. Gaan lekker lopen. De komende dagen gaan we wel wat spektakel uitvoeren. Nee, hier kunnen we wel wat, Erik. Oh, ik wil eigenlijk de camera afhouden, maar dat kan een mooie een openingspresentatie. Oh, wat? Ja. Ik wilde dus zeggen, de komende dagen gaan we mooie dingen uithalen met spektakel, rook, dwars en weet ik veel wat. Vermoedelijk, als het allemaal goed gaat. Want, en dat zien jullie later in een later vlog, iets met een Hellcat. Zeggen jullie dat? Want daar hebben we het over gehad tenslotte. Toen we vorige keer in Amerika zaten, we zeiden van waar willen we ons in rijden? In een Hellcat. In een Hellcat. Nou, we zijn dus hier in Amerika. Gelukt. En dan moet ik overigens, de pluim in de welbekende plek is bedoeld voor Esther, de redactieassistente van Autovisie, die dat machientje voor ons heeft geregeld. Maar we gaan nog meer doen. We gaan met een high-ref Mustang 350, GT 350 rijden. We gaan... De rest kan ik eigenlijk niet vertellen. Iets met de pick-up. Dan nog iets Italiaans. En dan nog een of andere beroemde kerel met heel lang haar en een Porsche 911 of zo. Nou, reden genoeg om de komende weken lekker te blijven kijken. En vooral om te blijven kijken zodra dat begint naar Autovisie TV. Zo, ik blijf even in de auto zitten. Ik wil eruit stappen, want het waait veel te hard. Gaat mijn haar door de war. Dan horen jullie niks, want dan gaat de wind door het ding. Zie je, hij kan er gewoon tegen, hè, Zaar. Ik heb dat niet. Maar ik wilde dus zeggen, 12 maart, vanaf 12 maart, 6:30, zondagavond, RTL 7. Heel veel van dit soort gekkigheid. Dit item zie je op autovisie.nl, maar die dingen die ik zojuist noemde, die ga je allemaal zien op Autovisie TV op zondagavond, op tv, op RTL 7. Dat gaan we maandenlang doen, dus niet zeg maar 8 afleveringen of zoiets. En ook geen studio met mensen die dan wat van auto's weten, maar... Toch ook eigenlijk niet zo heel erg. Nee, gewoon allemaal gave shit. Vind jij? Gaaf. Goed, hè? Gave shit. Gave shit. Ik zeg... Duim omhoog. Bedankt voor het kijken. Volgende week. Volgende week zijn we weer. Heb je het koud? Godverdorie, dat is niet normaal, man. Ik dacht dat we in de woestijn zaten. Ja, niet helemaal. Jezus.